emoties goed moet uitdrukken, goed naar voren komen. Wij zijn dus, bij ons was de zoon slachtoffer, maar het komt zo over dat het niet pijnlijk wordt in de zin van, daar maken we dat weer mee. Hè. Het is emotioneel wel, maar heel mooi en zo fijn verzorgd. Het komt heel aangenaam over, ondanks dat het dus eigenlijk een zwaar onderwerp is. Ik denk dat het toch heel veel mensen aan zal grijpen, het hele verhaal. Ja. Wat ik heel bijzonder vond aan het stuk waren de hoeveelheid linken die gelegd werden. En ook ja, vanuit de belevingswereld van het kind. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Ik wist van het gebeurde. En toch neemt het me heel erg mee om wat er gebeurd is. Of wat er aan emotie getoond wordt. Ja. En we hebben allemaal genoten van de manier waarop het geschreven en gemaakt is. Ja, heel mooi stuk. Heel mooi stuk. Hele mooie spelers. Het is ja, een breed stuk, maar ook voor een breed publiek. En ja, wat je eigenlijk vaak zegt bij een toneelstuk, dan is het vaak het was lachen of er was niks aan. Maar dit is een stuk met een lach en een traan.